check dit land. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mort Gespeeld Subnautica. En ik ben thuis. Zet het uit, dankjewel. En vandaag gaan we weer tegenaan. Natuurlijk gaan we weer tegenaan, wat anders. Ik heb er vet veel zin in. En ik heb het spullen gevonden, en die ga ik even omzetten. En ik ga een klein beetje geluid zacht zetten voor mezelf. Ja, perfect. Relaxed. En ik ga jullie laten zien wat ik ondertussen allemaal gemaakt heb. En we gaan eventjes beginnen met een klein experimentje. Experiment. Een onderzoekje. Ik heb namelijk een koek... Oh, dit is niet super handig dat ik gedaan heb wel. Oké. Eerst maar eens dit maken. Ik ga namelijk even kijken hoe al die verschillende vissen tot elkaar vergelijken. Gekookt van deze alsjeblieft. En gekookt van de... Ja, ik neem al gekookt van die. Boink. En gekookte Gary fish. Ik ga namelijk al die vissen bereiden. En dan ga ik even kijken welke er lekker van zijn. Welke er goed van te eten zijn. Ik heb twee nieuwe visjes net gevonden. Die spadefish. Daar heb ik eentje van. En die holfish. Die er net gekookt. Zal wel. Nou, laat ik spadefish ook koken. Je kan ze ook pekelen met een soort zout. En volgens mij blijven ze dan heel lang houdbaar. Dat heb ik hier gedaan. Let me see. Deze twee. Yep. Even dit titanium wegleggen. Zo. Dat kan ook weg. We hebben nog spullen die we weg kunnen leggen. Oh, medkit. Goeie dat. Medkit. Zo. Laten we even kijken. Want we hebben hier dus... dit is gecured allemaal. Deze drie. Kijk, dus je hebt die pieper. Die geeft 32. Dat is prima. Die ziet er best wel cool uit ook. En deze maar 13 en deze 21. Oké. Okay. Dus als je daar zout voor gaat gebruiken, dan moet je wel die peepers, de peper, peper, gebruiken. En die cooked, die geeft ook... Wow. Oké, okay, dus kennelijk is deze minder lang houdbaar, maar dat kost je wel min 2 op je water. Maar deze levert je ook water op. Dat is echt super. En deze 20 old... Oh. Spadefish, oké, dus die zijn niet zo bijzonder om te eten. Dus je moet echt die pieper hebben en dan heeft het ook nog echt zin om ze te bereiden. Want deze geeft min 2 en deze plus 3. Dus dat is eigenlijk gewoon 5 water wat je daarmee wint. Dus ik ga deze zo meteen eventjes kijken. En nu geeft hij maar 18 en min 7. Dus het heeft echt wel zin om dat te doen. Ja, ik eet dit ook wel, want dat is ook allemaal plus stats. Die ga ik dan bewaren, de gekookte. Laat ik hier wat water van meenemen en opdrinken. Die ook. Yep. En wat we vandaag gaan doen... Even kijken, we gaan proberen om de research te vinden... Oh, wat ben ik nou weer aan het doen? Om de research te vinden die we nodig hebben om een grote kamer te maken. En daarvoor moeten we echt super diep gaan duiken. Dus ik heb daar een heel plan voor verzonnen. Van hoe gaan we dat nou doen? En dat komt helemaal goed. Geloof me. Het komt helemaal goed. Oké, en dit even maken. Dan kunnen we even gewoon deze hele aflevering zijn we voorzien van eten en drinken. Dat is wel echt super luxe. Oh, is ik klaar met koken? Nee toch? Dude, dat je gewoon dat koken met zout is best wel prima, maar niet echt alles. Je wil eigenlijk gewoon het zo hebben. Maar net stond er old Gary fish. Dus betekent dat dit gaat bederven? Misschien? Ik weet het niet. De stroom in al deze dingen is leeg. Dat had ik niet voorzien. Ik dacht dat hier... Oh, nu heb ik 4 power. Zie je, nu is hij aan het opladen. Hè? Ziet ook boven in mijn scherm dat er 4 uit 75 power staat. Maar net was er nog 1. Een power. Dit is een power. Oh, ik denk dat het craften gewoon energie kost. Ja, dat heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Maar oké. Okay. Oh, heb ik nou net de batterij uit mijn Seaglide gehaald? Sorry, even terug doen. Deze zat erin. Goed, oké, dus ja. Oh, dat is altijd het bereiden van die visjes kost kennelijk vet veel energie. Geeft niet. Maar dat had ik gewoon niet op gerekend. Een klein beetje water wegleggen, zo. Ja, en dan zal ik je laten zien wat ik gebouwd heb. Here we go. Oh, dat is zo lekker. Ja, ik wilde zeggen lekker weer. Kan het ook lekker weer zijn onder water? Ik vind het wel. Het ziet er weer echt super nice uit vandaag. Ja, dus hier. Kijk, ik heb dit nog een stukje aangeplakt. En nu al die lockers hier. Ik heb ook
Ik zat even... Oh nee, ik kan niet bijschijnen. Ja, nu kun je het... Ja. Nou ja. Hier staan dus die... het zijn net luggage bags. Een soort bagagetassen. Ze doen verder niks. Je kan ze alleen neerleggen en oppakken. Dat is vrij waardeloos. Ik laat je ondertussen een beetje mijn spullen zien. Ik heb het helemaal georganiseerd. Hier liggen mijn lege batterijen allemaal. Ja. Yeah. Ik weet niet of ze nog iets gaan doen met die lege batterijen. Dus ik bewaar ze gewoon lekker. Dit is mijn titanium. Hier heb ik nog meer titanium. Kijk dan. Bijna twee kasten vol. Ja, ja. En hier zijn allemaal oars. Dus dit is helemaal prima. Zal ik even wat water drinken? Zo. Hoppakee. Ook weer gelijk wat inventoryruimte erbij. Weet je, ik leg al eventjes wat van die visjes weg hier. Kijken of ze ook gaan bederven. Dit ook, dit ook, dit ook. Zo. Ja, oké. Let's go. Laten we dan nu gaan werken naar het plan van deze aflevering. Zijnde. Dus dat we dieper kunnen duiken. Oké. Maar eventjes dit wegstoppen. Pak mijn mes. Super gevaarlijk ben ik, jongen. Oké, pak al deze spullen. Ik heb gisteren dit plan bedacht. Nu hoop ik dat ik het nog kan onthouden. We hebben nu 25 power. Zou dat genoeg zijn om te craften? Ik weet het niet. Oké, wat ik nodig heb zijn meer van die tanks. Dus kennelijk. Equipment. Tank. Volgens mij heb ik 2 glas in. Dus ik heb bedacht dat ik hier 2 van nodig heb. Dat is prima. Ja. Yeah. En wat ik ook wilde bouwen is... wat ik had gevonden... is hier zit een... Is het hier? Nee, het is niet hier. Nee, het is niet hier. Ik ben nog niet helemaal... Oké, hier de rebreather. Die wil ik hebben. En daar heb ik fiber mesh voor nodig. Oh, en ik zal je even laten zien hoe je dat haalt. Ja, dat is vrij eenvoudig. Dat is ook best wel dichtbij nog. Dat doe je als volgt. Kijk, je gaat naar... Je ziet daar zo'n lange plant. Nee, lekker dichtbij ook. Pak je Seaglide, dan ga je extra hard. En je hebt je mes bij je. En dan ga je zo... Chop, 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 chop. Zo. Heb ik er 3? Nou ja, ik heb eigenlijk 3 van die nodig. En mijn inventory space is een beetje vol. Dat is niet zo handig. Maar je hebt er 3 van die nodig en dan kun je dat craften. Ja. Dus kennelijk hebben we nu niet genoeg om het... Klaarblijkelijk hebben we niet genoeg om het nu te gaan craften, maar dat geeft niet. Ik heb al wat van tevoren gebouwd. Kan ik het ook hier droppen? Oh ja, 1 ding wat ik nog... Oh, je kan het ook eten. Dat is ik niet. Zie je, nu is het oud. Zometeen gaat het bederven. Ik gooi het maar gewoon op de vloer. Waarschijnlijk gaan die visjes ook bederven. Dat weet ik eigenlijk. Denk het eigenlijk wel. Maar ja, dan heb je er 3 nodig en kun je... Of 2. 1 van de 2. Maar het bederft. En ik weet niet of je daar nog mee kan craften. Dus ik zal een beetje opschieten als ik jou was. Als je dit gaat bouwen. Oké, maar die rebreather dus. Dat wil ik hebben. En wat dat gaat doen, waarschijnlijk zorgt ervoor dat we langer onder water kunnen blijven. Wiring kit. En dat is het wel echt... Ik denk dat het wel echt nice is om te hebben. Hier staat hij. Het absorbeert CO2. Ik weet niet hoe het werkt. Kijk, waar staat hij? Het is dit ding? Ja? Moet je dit dan... Het moet hier. Doet hij het nu al? Ik weet het niet. Kun je dit afdoen? Ja. Kun je dit opdoen? Nee, dat is vast... Oh, jawel. Kennelijk. Maar kun je het dan ook hier doen? Nee. Oké. Dus je moet het echt in je mond stoppen. Dus kan ik geen radiation helmet hebben. Dat is op zich niet zo erg. Die gaan we niet nodig hebben deze aflevering. Laat ik hem dan ook maar even wegleggen. Anders dan ligt hij de hele tijd in de weg. Die. Oh, waar heb ik al dat koper voor bedoeld? Dat ben ik vergeten. Oh nee, ik weet het wel. Jawel. Ik weet het wel. Even dit uitzetten. Wat we ook namelijk nodig hebben is... We gaan een beacon bouwen. Wat namelijk mijn plan is... Is om zo'n... kijk, deze containers die we hier net ook gebruiken... Ik kan het niet zien. Dit ding. Die kun je dus in het water leggen en dan blijven ze op hun plek. En ik denk dat ik dat ga gebruiken om mijn zeecontainers... of mijn zeecontainers... Mijn ademcontainers. Duikflessen heet dat. Zo. Om die erin te bewaren. Dus bouw dan een beacon. En die beacon die ligt er dan naast. Zo van, hey, hier liggen je duikflessen. Niet vergeten. Oké, nou heb ik nog 3 koper over. En verder niks. Dus ik weet niet wat ik met die koper moet... Ik weet het gewoon echt niet meer. Misschien moet ik even wat nieuwe batterijen craften.
Misschien ook niet. Misschien moet het gewoon gaan. Met die banaan. Right, guys. Het is vrij donker. Maar dat zou niet echt hoeven te geven. Ik ga hier mijn spullen neerdroppen. Klik. En de beacon. Deploy de beacon. Staat hij nu aan? Yep. Oké, en hij blijft aan die blokker vastzitten ofzo. Dat is prima. En nu kan ik uit die storage hopper. Storage hopper. Dat is een ander spel. Nu kan ik hieruit, als het goed is, die oxygen tanks halen. Dat is niet eens allemaal nodig. En ik kan bijvoorbeeld hier wat spullen in opslaan die ik nu even niet nodig heb. Zoals dit water kan ik drinken. Dit kan ik wel opslaan. En die Habitat Builder, die heb ik ook meegenomen. En dan heb ik volgens mij nog een lege batterij hier. Dus zo maak ik dan een beetje mijn inventory leeg. Zo. En dan kan ik nu gaan duiken. Oké. Het is een beetje donker. Ik weet het, maar het is ook gewoon heel diep. Dus het is niet zo erg dat het nacht is. Guess what? Dit is de boom die ik de vorige aflevering nog wilde laten zien. Die we toen hebben gevonden, maar ik kon hem niet terugvinden. Dus ik heb hem weer teruggevonden. Kijk, staat die beacon aan? Ja, de beacon staat aan. Kan ik dan nu dit snijden? Oh ja, ik krijg inderdaad zaadjes ervan. Oh, die zijn heel groot. Oh nee, laat dat maar zitten. Nee, oké, laten we een stukje zwemmen. Kijk hoeveel adem ik heb, jongen. Hier zijn allemaal nieuwe vissen. Kijk die bollen, jongen. Woe, wat is dat? Oké, scan dit. Kan ik het niet scannen? Het ziet er echt een beetje nasty uit, dit. Kan ik dit lossnijden? Nee. Daar lijkt het niet op. Misschien kan ik een beetje bijlichten. Wat zijn dit voor units? Wow. Dit spel, jongen. Echt keer op keer dat ik weer zit van... Waar ben ik nou weer terechtgekomen? Goed, toch? Oké, we zijn nu op min 200. Volgens mij is het wel even tijd om lucht te gaan happen. Laten we dat doen. Right. Oeh, wat is dit? Het ziet er cool uit. Het is een soort van kwartsnode of zo. Kan ik dit slaan? Nee, dat doet niks. Kan ik het scannen? Scanner. Hallo, pak scanner. Nee. Oké, dan maar weer een lampje erbij. Ja, het blijkt dat we eigenlijk niet zo heel erg veel adem nodig hebben om weer naar boven te gaan. Dat kan altijd een beetje zenuwachtig van als de batterij op is. Ja, we hebben niet zo heel veel adem nodig, ook omdat we natuurlijk zwemmen. Of we zwemmen. Gold, nice. Of om te zwemmen. We hebben de sea glide, dus we zijn zo boven eigenlijk, is wat ik probeer te zeggen. Als het even mee zit. Wauw, is hier gewoon alleen maar gold? Ja, ik weet nog niet. Ik heb het gevoel dat gold echt super zeldzaam is. Want we hebben het nog niet zo vaak gekregen. We krijgen het nu wel heel veel. Het ziet eruit alsof dit gewoon een goede plek is voor gold. Kunnen we nog nergens gold gebruiken. Dus wat dat betreft. Het is een beetje zo, ja, leuk dat ik dan veel heb van dat zeldzame. Maar ik heb er niet zoveel aan. Het zit al bijna op min 300, zeg. Wauw. Kijk, hoe diep zijn wij, jongen. Diamond. Oh, ik heb diamond gevonden. Oké, we kunnen hier nog een klein beetje dieper, denk ik. Ik hoop heel erg dat we hier research vinden, want dat is echt voor mij het echte doel. Ja, we zijn natuurlijk ook aan het verkennen. Maar als ik zo'n... dit soort kastjes heb ik nodig. Cyclops Pressure Compensator Fragment. Oké, dat klinkt echt cool. Ik heb alleen geen idee wat het is, maar klinkt wel cool. Sure, I'll take it. Maar, oh wacht, oh nee, we moeten omhoog. Man, we hebben nog 50 adem. Oké. Gelukkig hebben we genoeg power. Nou, we kunnen wel lekker duiken nu. Het zit op 300. Ik hoop dat ik wel recht omhoog ga, want ik zie het eigenlijk niet zo goed. Right, ik heb weer adem. Ik heb weer wat adem. Zo. Oh, tijd voor een nieuwe batterij. Dat gaat ook wel hard.
Ik wil niet te veel. Oh, ja, hier is het. Oh, is het? Ik dacht dat dit een koek, zo'n koekkastje was. Maar helaas, het zijn gewoon stenen. Titanium. Oh, daar hebben we echt heel veel van. Het is best wel zonde om dat nu mee te nemen. Misschien moet ik het zo meteen gaan weggooien. Het zit er dik in. Maar, omdat we net dus zo'n research dingetje hebben gevonden. Met een research die we nog niet kenden. Zie ik dat wel een beetje als... Oh, wat is dit nou? Zie ik het wel als een goed teken. Als in... We vinden andere soorten researches. Research, want ik heb al heel vaak dubbele gevonden. Oeh. Coole wow, wat is dat? En hoe gevaarlijk zou het zijn? Pak scanner erbij. Het ziet er wel redelijk gevaarlijk uit. Wow. Jelly Ray. You jelly, Ray? Oh, wat slecht. Ik heb hem. Oké, wat staat er? Jelly Ray heeft hetzelfde, lijkt een beetje op de Rabbit Ray. Maar ik kan hem niet eten. Pretty cool. Alleen het is wel echt moeilijk diep hier. We zitten gewoon op 400. En ik moet nu alweer ademhalen. Dat was best wel kort. Kom dan nou. Oké, ik heb even wat extra zuurstoftanks opgehaald. Dat is een beetje gek. En nu vind ik dit. Uranite Crystal. Lijkt op uranium. Natuurlijk. Zal radioactief zijn. Oeh, wat steeds god. Is dit... Nee, lijkt niet echt super boeiend. Ja, maar dat uranium... Ik had toch gezien dat je dat nodig hebt. Er zijn volgens mij 3 van die nodig voordat je weer iets anders kan maken. Maar ik heb geen idee wat je er dan verder... Oh, hier zit er nog één. Wat je er dan verder mee kan. Maar we gaan het gewoon meenemen. Wat zijn dit? Komt hier altijd zout uit? Dan lijkt het wel op. Dat is een beetje flauw. Want zout heb ik niet zo aan. Oké, net was het een beetje krap op 50. Dus ik ga nu... Oh, 400. Jeetje, we moeten echt een N naar boven. Check dit. Land. Dat is gewoon land hier. Wie had dat gedacht? Zijn dat stukken... Zijn dat ruimteschepen erbovenop? Oké, dat is bizar. We moeten gewoon even hier gaan kijken. Ook al... Ik moet ook eventjes wat te eten en wat te drinken vinden. En dat gaat een probleem zijn. Volgens mij... Oh, zweeft dit? Oh, wow, wow, wat is dat? Oh man, ik moet dit even gewoon checken. Oh, dit is waardoor het drijft natuurlijk. Het hele ding wiebelt ook. Maar hoe kom je er dan op? Hier misschien. Ja, oké. Okay. Volgens mij is het echt best wel een slecht plan dit nu te gaan verkennen. Maar kijk nou. Ik dacht dat het spel over duiken ging, maar er zit nog zoveel meer in. Wat cool. Oh, we moeten natuurlijk... Misschien zit er wel iets te eten en te drinken in die ruimteschip. Laten we dat gewoon proberen. Wat cool. Ik had nooit gedacht dat we dit gingen doen aan het begin van de aflevering. Pretty amazing. Al deze struiken. Ik hoop dat er niet roofdieren of zo op het eiland zijn. Want... Ik heb alleen een mesje bij me. Niet zo heel lang over nagedacht. Oké, daar is al een ruimteschip. Hoe de hel ga ik daar komen? We hebben nog flink klimmen. Oké, ik kan al een beetje springen. Ik heb mijn springskills nog niet zo getest in deze game. Ik hoop dat we er kunnen komen. Anders moeten we er helemaal omheen lopen misschien hier. Ja, dat zou... Ik denk niet dat dat gaat werken. Oh, kom op, please. En waarschijnlijk kun je ook wel je benen breken. Als ik spelletjes ken. Dan gok ik dat ze de full damage ook al gemaakt hebben. Oh, kijk hoe goed je het schip kan zien hier. Heel cool. Nee, ik denk dat dit nu even niet gaat werken. Misschien moeten we proberen om er omheen te lopen, maar... Ik heb nog niks eetbaars gevonden. Misschien kan ik al deze dingen wel scannen. En zegt hij dan, dit kun je wel eten, dat kun je niet eten.
Hoe vet is dit spel? Voxel Shrub. Wat zegt hij? Gescand. Oké. Okay. Groeit alleen maar op. Drijf. Of hoe heet het? Floten eilanden? Drijvende eilanden? Kun je dit eten? Staat dat je hier misschien mensen mee kan wegjagen? Dat is goed. Dat is goed. Java Cup. Wat kun je hiermee? Kijken. Staat hier. De grootte is alleen beperkt door het aantal. Oké, okay, ja, precies. Het is gewoon een soort schimmel die snel groeit. Daar hebben we niet zoveel aan. En dit. De Ming-plant. Omdat het lijkt op de Ming-vaas natuurlijk. Nee. Het staat ook niet bij dat je het kan eten. Dus dan ga ik het niet proberen. Laten we weer teruggaan naar de basis. Pakt ik daar damage? Nee, ik pakt geen damage. Oké, chill. Ik denk dat we even moeten herladen. Want we hebben niet zoveel spullen meer. En dit begint ook aardig vol te zitten. En we hebben misschien nog wel gewoon veel meer van die... Misschien moeten we gewoon onze hele inventory vol douwen met van die zuurstoftanks. Dat zou wel goed zijn. Check dit. Een enorm stuk... wat is het? Ruimteschip? Zit hier binnen iets? Oh, kijk al deze researches. Oh, ik heb hierover gedroomd. Scanner room fragment. Oh, dat is in ieder geval een room fragment. Maar niet de multipurpose room. Maar oké. Okay. Oh, daar is nog een cyclopressure. Yep. Dus nu kunnen we dat. En een thermal plant fragment. Amazing. Dank jullie wel. Wat zijn dit? Lijkt niks te zijn. Kun je nog spullen? Wat is dat geluid? Oh, hier zijn nog meer research. Ah, oh, yeah. Moonpool. Dat klinkt wel als iets even lekker ontspannen. Oh, en nog een andere. Dit kunnen we dan ook gaan bouwen. Nice. Dat was echt goed om hier te komen. En nog één. Nog zo'n cyclopressure. Oké, okay, maar daar hebben we dus niks aan. Maar daarvoor krijgen we dan 2 titanium. Oké, okay, ik ga dat gewoon weggooien. Want daar hebben we niet zoveel aan. Ik weet dat het donker is, maar het is ook een beetje een donker spel. Gaan we even kijken of we hier nog wat meer researchers kunnen vinden. Misschien zitten ze een beetje verstopt hierachter of zo. Ik weet het niet. Ik denk dat het meestal wel was. Misschien zitten er nog... Oeh, wat is hier? Wow. Ik hoop dat je niet zeeziek wordt. Ja. Hele gangen. Ik hoop dat er iets aan het einde van deze gang zit. Oh ja, wow. Nog een enorme kamer. Met meer research, please. Welke kant zou boven zijn? Dat weet ik eigenlijk al niet eens meer. Oh ja, hier is inderdaad zo'n onderzoek. Voor nog een keer Moonpool. Oh, dat is dan... Ja, dat is dan de derde. Oké, okay, die hebben we dan eigenlijk niet nodig. Maar ik haal hem toch even op. Want anders dan denk je altijd... Hé, er is een kistje. Of zo'n kastje om te onderzoeken. Maar daar heb je dan niks aan. En dat zou zonde zijn. Wat is dit? No signal. Kun je dit scannen? Nee. Sealed door. Cut open to access. Oh! Ik heb het gezien. Zo'n lasercutter. Ja, volgens mij kunnen we die maken met de diamant die we straks hebben gevonden. Dus dat is wel iets om nog even te gaan onderzoeken. En dan kunnen we hier terugkomen. Ik weet alleen niet hoe ik... Oh, het is echt weer tijd om naar boven te gaan. En een beetje rap alsjeblieft. Niet super rap, maar wel echt... nou ja, wel een beetje super rap eigenlijk. Hier is de uitgang. Alright, ik heb het teruggevonden. Ik had namelijk even een beacon hier gedeployed. Zwom. Dat is wel een goede tip. Neem altijd een beacon mee als je een interessante plek vindt die je later weer moet vinden. Kun je gewoon een beacon deployen. Kun je het makkelijk terugvinden. Oké, nou waar was dat ding? Lampje aan. Ik heb die lasercutter bij me. Ik heb hem gemaakt. Van die diamond die we in het begin hadden gevonden. Dus nu is het tijd om dit open te maken. En dat is hier. Er zijn hier meerdere deuren? Nee, dat lijkt maar zo. Pak de lasercutter. Oh. Kost al even tijd. Dat had ik niet verwacht.
Maar het gaat aardig snel. Het valt al mee. Ik denk dat ik eventjes eerst adem moet halen voordat ik het doe. Be right back. Oké, ik ben terug met meer lucht. Veel meer lucht zelfs. Volgens mij had ik net een beetje verkeerd omgezwommen of zo. Dat ik een beetje weinig lucht had. Snel een nieuw batterijtje erin. Yep. Maar nu ben ik er. Kijk. Met 170 lucht. En deze deur is ook al bijna open. Het gaat aardig snel. Oeh. Het ziet er cool uit. En we zijn met die lasercutter een enorm gat in de deur aan het maken. Nice. Het ziet er weer echt super goed uit ook. Kijk, hij is een mooie cirkel aan het tekenen voor ons om doorheen te zwemmen. We zitten al op 3/4. Ik ben benieuwd. Het klinkt alsof hier echt goede spullen achter gaan zitten. Overigens, als je kijkt naar de power midden onderin het scherm, is het ook al bijna op. Ja, die randen zijn nog heet gloeiend. Laat ik mijn zaklamp pakken. Die heb ik gemaakt ook. Oh, nog een deur. For reals? Hebben we daar tijd voor? Ik denk... Oh, hier is wel iets überhaupt. Maar volgens mij nog niet waar geweest. Meer onderzoek. Scanner room. Moonpool. Seamoth. En is dit een Seamoth? En Seamoth, oh great. Behalve dat we ook echt bijna moeten gaan. Oh, wow, nog meer. Alle research. Dat is wel echt heel cool. Maar ik ga eerst even ademhalen. Anyway, ik ga even al die research ophalen. Laat ik volgende aflevering weten wat er allemaal in zat. Oh man, ik hoop dat ik wel genoeg tijd heb om naar buiten te komen. Anyway, dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het nou een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. En laat vooral in de comments weten wat je ervan denkt. Ik probeer zo goed als het kwaad als het gaat te reageren op wat jullie te zeggen hebben. Misschien heb je nog tips. Ik hoor het graag. Anyway, ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!